kunt nu al zeggen dat het misschien goed is dat het Museum der Mislukkingen een virtueel museum wordt, Roy. Want anders zou je ongeveer al de eerste verbouwing nodig hebben, gezien het feit dat de collectie groter en groter wordt. Ja, inderdaad. Ja. Dan zouden we er niet komen met 2000 vierkante meter. Er komen inderdaad veel reacties binnen. Hè, en ze zijn nog altijd welkom. Nieuwsgieren@kro-ncrv.nl. Bijvoorbeeld Hilco Eitsma. Hè, die wil graag de Amfikaar, de auto die op de weg en het water gebruikt kan worden, die wil die in de collectie opnemen. En gisteravond kwam er ook een filmpje binnen met Pharrell Williams. Een van de grootste popmuzikanten. For lesson. All successful corporations do that. It's called R&D. So you don't have failures, you have research and development. So you just have to change your perspective. There's no such thing as a failure. Ja, falen bestaat niet. Hè. Je hebt alleen onderzoek en ontwikkeling, zegt hij. Oscar Kneppes, dat is ook zo. Ja, hij zegt het heel mooi, hè? Van there's no such thing as failure. Klinkt altijd heel prachtig, maar hij zegt je moet het gewoon anders zien. Een failure is eigenlijk een manier om iets te leren. Grote bedrijven weten het al heel lang en dan heet het gewoon research and development. Ja, Oscar Kneppers, u bent begonnen met webwereld, e-merse. Kortom, u kent de klappen van de zweep in die start-up wereld. Hè? We zijn nu bij Rockstart, jullie begeleiden start-ups intensief en vandaag is een belangrijke dag. Vandaag is een hele belangrijke dag voor 10 van onze start-ups die we de afgelopen 3 maanden heel intensief hebben begeleid. De afgelopen 100 dagen. En dit is Demo Day. En Demo Day is het moment dat ze laten zien waar ze de afgelopen 3 maanden zijn gekomen. En die bedrijven die zijn geselecteerd uit vele honderden. Er zijn er 10 overgebleven en daar hebben we geld in geïnvesteerd. Die hebben we heel intensief begeleid met een boel mentoren met heel veel kennis op heel specifieke terreinen daaromheen. En vandaag laten ze aan investeerders zien waar ze zijn gekomen. En hoeveel van die start-ups, hoeveel redden het er uiteindelijk niet? Nou, normaal zou je kunnen zeggen, een beetje de rule of thumb van Silicon Valley is dat 8 van de 10 bedrijven redt het niet. Bij ons is het net andersom. 2 van de 10 redt het misschien niet. En 8 komt verder naar een periode waarin ze geld ophalen en door kunnen groeien. Nou, die collectie mislukkingen voor ons museum, hè, die wordt steeds groter. Cabaretier Jasper van Kuik is ook docent gebruiksgerichte innovatie aan de TU in Delft. En hij voegt iedere dag een pronkstuk toe aan onze collectie. Beeldtelefoons van Philips. Nou, wat zien we? Een kastje van 40, 50 centimeter hoog. Best wel groot. En bovenin zit duidelijk een soort camera. En daaronder een schermpje. En beeldbellen is iets wat heel vaak is geprobeerd. Het is geprobeerd door KPN, door Philips. En zoiets dachten we altijd van, ja, volgens mij moeten mensen dat willen. Alleen, je had hier dus echt zo'n aparte beeldtelefoon voor nodig. De dataverbindingen waren nog niet zo simpel. Veel minder bandbreedte dan nu, dus je moest een speciale lijn aanleggen. Dus de technologie was er helemaal nog niet klaar voor. Nu is de technologie zo simpel dat we in onze zak iets hebben waarmee we kunnen beeldbellen. De verbinding is helemaal goed. En toch zie je weinig mensen facetimen. Veel mensen bellen nog liever gewoon alleen met audio dan met beeldbellen. En dat zou best wel eens te maken kunnen hebben dat jij gewoon de behoefte hebt om te controleren wat degene aan de andere kant van de lijn van jou ziet en hoort. En als dat alleen audio is, heb je daar veel meer controle over. Ja, beeldbellen. Ja, we kunnen het nu, hè, maar ja, ik maak er nauwelijks gebruik van. Jij wel? Ja, het is grappig. Toen wij elkaar gisteren belden, toen belden we. En dan is het ook fijn om elkaar niet te zien. Maar ik denk dat een mooi voorbeeld van beeldbellen is. Beeldbellen is namelijk een heel groot succes. Alleen de visie die degene hadden van je hebt een apparaat en dan ga je elkaar de hele tijd zien, is misschien niet veranderd. Ik was een paar weken geleden met mijn zoon in Tokio. En hij zat te grinniken en naar zijn telefoon te kijken. En hij zat te kijken naar een live-uitzending van zijn zusje in Amsterdam. Weet ik veel hoeveel 1000 kilometer verderop, live. En zij gebruikt het om te laten zien aan haar vrienden wat ze aan het doen was. Dat is ook een manier, of een vorm zou je kunnen zeggen, een pivot misschien wel van beeldbellen. Ja. Dataverbinding is goed, telefoons kunnen het en je hebt dus direct contact. Ja, de toekomst is nu. Hè? En in die techsector, daar zijn mislukkingen aan de orde van de dag. En soms staan ze aan de basis van een veel groter succes. Nieuwsgier Martijn op bezoek bij trendwatcher Vincent Evert. Ja, wij staan in een turnhal in Amsterdam-Osdorp. Niet omdat het nu zo high-tech is hier, maar puur praktisch omdat jouw dochter hier aan het turnen is. Hier zit het talent van Nederland. Hier worden de talenten van de Nederlandse turnen. Die worden hier gevormd en die worden dan uitge... En jouw dochter ook daar? Mijn dochter staat erbij, maar dat is helaas niet zo'n toptalent. Maar hier voor we zitten we te kijken. Zij zit in een halletje hier links. Dat zijn de mensen die het leuk doen en gezellig en voor de plezier. En aan de rechterkant zitten wij mensen op rekstokken die ongelooflijke bewegingen maken. En op trampolines en briljant met hun lichaam zeg maar omgaan. Ja, maar die kunnen ook mislukken. Is het eigenlijk erg?
Ja, nou, dat is denk ik van... Ik denk dat juist de lol moet zijn dat je gewoon naar de top gaat... en dat je ervan geniet en dat je het probeert. En ja, als het mislukt, dan moet je gewoon zeggen... ik heb er ongelooflijk veel van geleerd. Überhaupt is ergens naar streven en het proberen en het dan niet halen... nou, dan de reward is in the journey. Het gaat niet om het resultaat, het gaat erom dat je bezig bent... en dat je er plezier aan hebt. Wat ben jij tegengekomen en zegt... nou, die verdienen misschien wel een plek in dat museum? Nou, daar stikt het van, want ongelooflijk veel technologieën gaan verkeerd. 90% van alle technologieën die gaan voor fout, net zoals alle start-ups. En welke moet wat jou betreft dan mee naar ons museum der mislukkingen? De electric car. In 1900 waren er veel meer elektrische auto's dan benzineauto's. En iedereen vond ze verreweg superieur. En vrouwen hadden een enorme hekel aan die vieze stinkbakken. En toen kwam op een gegeven moment de Model T. En die had een startmotor. Dan hoefde je niet zo eraan te draaien. En toen kon je opeens veel verder rijden, want benzine was 300 keer lichter dan de accu. En toen is in 13 jaar zijn alle elektrische auto's weggegaan, maar ook alle paarden in de stad. Dus dat is zeg maar, en de elektrische auto, de eerste was een Daimler Porsche. En die reed 100 kilometer. Nou, die zou ik mee willen nemen naar het museum. Ja, want toen werd het gezien als een mislukking. Maar nu, ja, wil iedereen een elektrische. Nou ja, nu is Tesla gekomen. En eigenlijk in de komende 10 jaar zal alle nieuwe auto's elektrisch zijn. En over 20 jaar, dan heb je heel veel moeite om zo'n oude plofauto nog terug te vinden. Ja. Nemen we nog een kleine mislukking van meneer Evert zelf mee in het museum? Ik heb inderdaad toen internetvideo opkwam in 2005 begon YouTube. Dacht ik ga een videobedrijf beginnen. Toen heb ik PC Zapper gestart, waarmee je heel makkelijk alle video's in de hele wereld kon kijken. Uitzending gemist, YouTube, alle leukste video's bij elkaar. Daar heb ik 1,3 miljoen zeg maar mee opgehaald. En dat heb ik helemaal verbrand. En dat is uiteindelijk gewoon helemaal mislukt. En het verdorie vervelende is Jan Riemens. Die is Zoomin begonnen, tegelijkertijd een Nederlands bedrijf. Dat is nu het 5e videobedrijf in de wereld met 5 miljard views per maand. En dat is echt gewoon een gigantisch groot succes geworden. En wij zijn samen begonnen met dezelfde middelen. Ik ben mislukt en hij is een grote held. Voor hoeveel geld verkocht net? 100 miljoen. Ja. Had je ook kunnen hebben. Ja, nou ja, ik sta hier een beetje met jouw microfoon voor me. Ook leuk. Ja, Oscar Kneppers, de baas van Rockstart, de start-up hub hier in Amsterdam. Hè. Wat denkt u als dit hoort? Mislukken terwijl een collega op hetzelfde moment start en wel heel succesvol is? Ja, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat je een held bent wanneer het is gelukt. Het is sterker wanneer je durft te zeggen dat het niet is gelukt en dat je daarvan leert. Dus ik vind het juist heel erg inspirerend. En dat voorbeeld wat u noemt is prachtig, want er zijn inderdaad... De geschiedenis is bezaaid met dit soort geweldige voorbeelden. Hè. We hadden het over de beeldtelefoon, maar ja, kijk naar de Newton van Apple. Ja, die wil u graag in het museum, hè? Ja, de Newton van Apple, je hoort daarin. Ik was in 93 bij de lancering daarvan en iedereen dacht, dit gaat het worden. Ze hadden natural language met handschriftherkenning. Nou, lang verhaal kort, 5 jaar later was die niet meer op de markt. Was de grote mislukking veel te groot, geen verbindingen, et cetera. Kijk hoe wij nu iPhones en andere smartphones gebruiken. Dat was eigenlijk de Newton Personal Digital Assistant avant la lettre. Absoluut. Ja. Heeft ons leven revolutionair veranderd? Ja, Guilaine. Falen is niet erg, hè? Soms leveren die mislukkingen ons van alles op. Persoonlijke groei, nieuwe ideeën, van alles. En soms ook niets. En dat is misschien ook oké. Luisteraars, als jullie nog reacties hebben, ze zijn van harte welkom. Ze kunnen nog bijgezet worden. De komende 2 dagen in de collectie. Stuur uw mailtje. Via de Radio 1-app trouwens kunt u reageren. Kunt u ook inspreken, fotootje erbij doen. En een mail kunt u natuurlijk ook sturen. Nieuwsgieren@caro-ncrv.nl